vorige filmpje heb je gezien dat er vaak niet op de goede manier wordt geleerd. Daarom wordt in dit filmpje uitgelegd wat wel goede manieren zijn om te leren. Eigenlijk moet je leervormen gebruiken die je hersenen activeren. Want hierdoor onthoud je een groter deel van de stof en kun je dus ook een hoger cijfer halen. Je kunt bijvoorbeeld de titel van elke alinea in je schrift schrijven. Doe vervolgens je boek dicht. Probeer per titel voor jezelf na te denken welke informatie in het stuk tekst stond. Als je klaar bent, controleer je de tekst of er iets is wat je vergeten was. Met zo'n leervorm train jij je hersenen om de informatie op te zoeken. Hoe vaker je op deze manier je hersenen traint, hoe sneller je hersenen de informatie op kunnen zoeken. Wat vooral handig is als je een toets moet maken. Als je iets niet weet, kun je dat later controleren door je boek te openen. Op deze manier onthoud je de stof veel beter en langer. Deze leervorm kun je niet alleen doen met de titels van alinea's, maar ook met titels van paragrafen of zelfs met het hele hoofdstuk. Leg iemand anders, bijvoorbeeld een klasgenoot, uit waar de toets over gaat. Bekijk daarna nog eens je boek en check of je alles hebt uitgelegd of dat je iets bent vergeten en of je alles juist hebt uitgelegd. Een andere manier is om alle begrippen uit je boek te gebruiken. Kies één begrip, bijvoorbeeld urbanisatie. Kies een ander begrip dat hiermee te maken heeft, bijvoorbeeld industrialisatie. Geef nu door middel van een symbool aan wat de twee begrippen met elkaar te maken hebben. Je kunt bijvoorbeeld een is-teken gebruiken om aan te geven dat beide begrippen hetzelfde betekenen. En een pijl om aan te geven dat het ene verschijnsel leidt tot een ander verschijnsel. Je zou bijvoorbeeld een pijl kunnen trekken van industrialisatie naar urbanisatie, omdat industrialisatie leidt tot urbanisatie. Vervolgens kun je een pijl tekenen en de gevolgen van urbanisatie uitleggen, zoals een verslechtering van de stedelijke omgeving. Op deze manier moet je van elk begrip bedenken wat het betekent, wat de oorzaken en gevolgen zijn van een bepaald verschijnsel en onthoud je dus heel goed de stof. Verder is het goed om deze oefeningen te verspreiden over meerdere dagen. Op 4 verschillende dagen een kwartier leren heeft meer effect dan 1 keer een uur, want dan herhaal je de stof en onthoud je het beter. Verder is het voorbereiden op een toets niet alleen het leren van de stof. Veel leerlingen geven na het bespreken van een toets aan dat maar maximaal 30% van de fouten die ze hebben gemaakt kwam omdat ze niet goed hadden geleerd. Andere redenen waarom leerlingen een antwoord fout hadden was omdat ze bijvoorbeeld de vraag niet goed hadden gelezen, een stuk tekst of bron niet goed hadden gelezen. En een andere, veel voorkomende fout is dat leerlingen het antwoord op een vraag wel wisten, maar het antwoord niet goed of niet volledig hadden opgeschreven. Door te oefenen, bijvoorbeeld met het serieus maken van huiswerk, kun je ervoor zorgen dat dit soort fouten veel minder vaak worden gemaakt. Ook kun je aan je docent een oefentoets vragen, of er bij het online materiaal van je boek een oefentoets is waarmee je kunt oefenen. De laatste tip is dat je als je de toets terugkrijgt altijd moet checken welke fout je hebt gemaakt. Vraag ook aan je docent hoe je beter zou kunnen scoren. Met deze tips kun je veel makkelijker leren en een hoger cijfer halen.